Wat doe jij als je je even niet zo goed voelt? Hoe kun je dan zorgen voor een opwaartse spiraal? In deze podcastserie ga ik voor jou op zoek naar de antwoorden op die vragen. Ik ben Kim en deze week ga ik huppelen. Wat denk jij bij het woordje huppelen? Denk jij dat het mogelijk is om jezelf vrolijk te huppelen? Is er ooit wel eens onderzoek gedaan naar de effecten van huppelen op je mentale gezondheid? En wat huppelen niet alleen doet met je lijf, maar ook met je brein? In mijn zoektocht kom ik erachter dat ik niet de enige ben die wil weten hoe het zit met huppelen. Ik liep al een tijdje met mijn hoofd. Op een gegeven moment was ik een beetje zieker. En toen dacht ik, ik heb geen zin om te hardlopen, maar laat ik maar eens gaan huppelen. En ten eerste, nou dat ging, ondanks dat ik een beetje zieker was. En ten tweede, ik werd er ongelooflijk blij van. En toen dacht ik, wauw. Nou, toen dacht ik, dit moet ik vaker doen. Ik moet gaan onderzoeken wat de waarde is van huppelen en waarom het zo fantastisch is. Nou, dat ben ik nu aan het doen. Dit is Ritso. Creatief strateeg, bedenker van de dakloze wandelingen, schrijver en organisator van 's werelds grootste blockchain hackathon. Als ondernemer beweegt hij groepen mensen naar verrassende oplossingen. Maar voordat hij dat doet, probeert hij het zelf uit. En nu huppelt hij. Want dat lijkt zo op schudden. Maar dat legt hij zelf aan je uit. Nou, dat vind ik een heel fascinerend gegeven. En daar ben ik op allerlei vlakken mee gaan experimenteren. Ook met allerlei schudmeditaties en zo. En huppelen is ook een soort van schudmeditatie. En het doet veel meer dan alleen maar schudden. Want jij hebt ook een asynchrone spierspanningsbeweging in je lichaam. Heb ik ondertussen geleerd. Fasten your seatbelts, want Ritso duikt meteen de inhoud in. Op die schuddende beweging komt hij later nog terug. Eerst vertelt hij me meer over het ritme van de ongelijke beweging die huppelen is. Ik ben gaan babbelen met bijvoorbeeld een bewegingswetenschapper. De bewegingswetenschapper, en ik moet daar nog wel wat meer mee door gaan praten, maar die vond het super fascinerend. En hij zegt, huppelen is een asynchrone beweging. En dat doet hele interessante dingen met je lichaam. Onder andere wordt er een soort van spierspanning opgebouwd kruislinks door je lichaam. Waardoor je niet alleen maar je onderlichaam gebruikt, maar ook je hele bovenlichaam erbij gebruikt. Waardoor je ook veel meer soort van absorptievermogen hebt. En het dus ook veel minder stamp, stamp, stamp wordt, maar veel meer een totale lichaamsbeweging. Een paar dagen na mijn ontmoeting met Ritso loop ik binnen bij het kantoor van de Hersenstichting. Daar ontmoet ik Paula. Haar werk is bekendheid creëren voor bewegen in combinatie met je hersengezondheid. Aan haar stel ik dan ook de vraag of een asynchrone beweging wat doet met je hersenen. We hebben nog niet genoeg bewijs wetenschappelijk dat het echt over die asynchrone beweging, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Wat ik wel weet is dat het is best wel iets nieuws als je het al doet. Het is moeilijk. Je vraagt best wel wat aan je hersenen om in balans te blijven, om die beweging te maken. Bij de Hersenstichting zien ze als geen ander het belang en de samenhang tussen bewegen en je mentale gezondheid, vertelt Paula me. Bewegen kan je een goed gevoel geven. Dat gaat over de mentale kant natuurlijk. Het zorgt namelijk voor verbeterde werking van de signaalstoffen die in de hersenen zitten. En dat zijn bijvoorbeeld dopamine, waar de meeste mensen van al gehoord hebben. Serotonine en noradrenaline, zeg ik het bijna zelf niet goed. En dat maakt dus dat je je beter voelt. Ja, je lekkerder doen voelen, beter in je vel. Wat positiever en ook wat actiever om weer goed te functioneren. Ik begrijp van Paula dat dit allemaal in werking wordt gezet als je gewoon beweegt, zoals wandelen of fietsen. Ik vraag haar of ze denkt dat huppelen dan nog wat extra's doet. Het kost je altijd meer moeite dan gewoon wandelen. Dat betekent dat je dus al je hartslag omhoog brengt en meer doorbloeding krijgt. Maar het is ook natuurlijk een balansoefening. En het helpt ook natuurlijk botversterkend. Want het is ook best wel een pittige oefening, hè? Huppelen. Hè? Niet iedereen snapt die beweging ook. En alles wat je nieuw leert, is goed voor je hersenen. Om nieuwe verbindingen te leggen, om nieuwe weggetjes te leggen. Huppelen is voor mij niet nieuw, het is alleen wel lang geleden. Het is dan ook de hoogste tijd om de proef op de som te nemen. Samen met Ritso begin ik te huppelen. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Je begint gewoon zo. En je houdt je handen gewoon niet al te ingewikkeld zo. Nou, als je het maar gewoon heel lax doet, dan hou je dit dus gewoon echt heel lang vol. Dus iets nieuws, of dat nou muziek maken is, of dat nou een gek loopje is, of dat dan nou lekker huppelen is, wat je al jaren niet gedaan hebt, helpt ook om je gezond te houden. En nieuwe bindingen aanleggen in je hersenen en je hersenen op die manier actief maken, helpt ook met het voorkomen van een heleboel hersenaandoeningen. Nou ja, en huppelen is totaal onzinnig. Je gaat helemaal niet snel. Het slaat eigenlijk nergens op. Het is alleen gewoon leuk.
vooral belangrijk om iets te vinden wat je echt leuk vindt om te doen. Want dat is bewezen dat je, ja, dan hou je het langst vol. Dan maak je er een gewoonte van. Zeker bij huppelen denk ik dat ook van belang is dat je er waarschijnlijk wat vrolijker door voelt. Hè. Mijn glimlach verandert al snel in een grijns. En ook Paula weet daar wat over te vertellen. Als je gaat lachen, gewoon lekker lachen voor jezelf, dan trik je eigenlijk je hersenen en maak je een stofje aan waardoor je je blijer voelt. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor huppelen ook geldt. Maar je kunt gewoon zwaaien naar mensen. Hallo! Maar zeker ook inderdaad de vrolijkheid. Mensen die naar je lachen. Elkaar complimenten geven. Hoi. Dat zijn allemaal dingen die opleveren dat je hersenen natuurlijk ook stofjes aanmaken. Waardoor je je vrolijker voelt. Waardoor je je beter voelt. Je hoort het. Ook andere mensen roepen ons toe. Nu vertelt Ritzo me dat hij het liefst in het bos huppelt. Maar daar kom je minder mensen tegen. In aflevering 8, Het bos maakt je beter, onderzocht ik de voordelen van het bos. En ook Paula weet waarom buiten zijn gezond is. Ze lepelt zo de voordelen op. Buiten is sowieso belangrijk. Concentreert je beter, daarna even de rust. Je functioneert beter. Vitamine D. Mensen worden veel creatiever ervan. Het licht wat buiten is. Wordt beter in slaap te komen. Bewezen is dat heel veel mensen zich echt heel veel beter voelen om eventjes naar buiten te gaan. Inmiddels hebben Ritzo en ik een rondje gehuppeld. En ik ben wat buiten adem, waardoor hij de rol van interviewer overneemt. Oh. En wat doet dit met je? Dat is een vraag voor mij, of niet? Ja. Ja, ik merk dat mijn schouders minder optrek. Ja, exact. Maar ja, dat is hier ook een beetje een grapje van. Want alles schudt. Het is een en al ontspanning en spelen. Ik voel mijn schouders ontspannen en merk dat Ritzo zijn tempo aanpast aan dat van mij. Hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren? Ja, dat gaat dus, hè? Hoorde je dat? Ja, dat gaat dus. We huppelen dus synchroon, zonder dat het moeite kost. Dat gaat vanzelf. Paula kent dat fenomeen. Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij. En dat noemen we ook wat knuffelhormoon. Ik denk dat de meeste mensen wel kennen. Ja, leuk als je het dus met een groep doet. Dan ga je dus met z'n vijven doen. Echt waar? Ja, fantastisch. Oh, grappig. Dus het is echt ook nog zwaar verbindend. Daardoor ga je wat meer ontspannen. Een beetje ontstressen en je kunt je dan ook beter inleven in iemand anders. Dus alles wat je doet is natuurlijk heel veel hersenactiviteit nodig. Het is mij inmiddels wel duidelijk, als je buiten beweegt of in ons geval huppelt, dan hebben je hersenen het hartstikke druk en komen er allerlei goede stoffen vrij. Ritzo vertelde me echter in het begin dat de ongelijke huppelbeweging die lijkt op schudden hem ook al een goed gevoel geeft. Als we weer op het bankje zitten, vraag ik hem naar zijn theorie. Als je gewoon niet zo lekker in je vel zit, dan kun je er ook over praten met iemand en heel ingewikkeld doen. Maar voor mij was het op dat moment voldoende om een aantal meditatievormen met elkaar te combineren. En één daarvan was nogal iets schudderigs doen met je lichaam. Oké, iets schudderigs. Als een antilope wordt belaagd door een leeuw en hij of zij overleeft het, dan staat hij stil vervolgens en dan gaat hij schudden. En dan schudt hij als het ware weer dat trauma wat hij net heeft meegemaakt uit het lichaam. En ja, wij mensen doen dat niet, terwijl dat heel gezond zou zijn. Als je net iets heftigs hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een aanrijding op je fiets of zo. Ja, dan heb je de hele dag een beetje die spanning bij. Of iemand tegen je is uitgevallen. En het beste wat je dan kan doen is even gaan staan, even een beetje schudden. Of even huppelen. En dan ben je het weer kwijt. Even heel simpel gezegd. De schudtheorie maakt me nieuwsgierig. Samen met de andere dingen die ik te weten ben gekomen over buiten bewegen, zorgen ervoor dat ik wel wat vaker wil gaan huppelen. Of op zijn minst een rondje wandelen en dan stiekem tussendoor huppelen. Wil jij ook vaker naar buiten, maar niet per se huppelen, dan heeft de Hersenstichting een wandel-app. De app heet Ommetje. Hij is helemaal gratis in de App Store te downloaden en het helpt je om vaker een ommetje te maken. Wil je op de hoogte blijven van Ritzo's Huppelclub? In de show notes, oftewel de tekst die bij de aflevering hoort, vind je de link. Houd je echter van meer avontuur of een gek idee? Houd dan Ritzo in de gaten. In mijn eentje huppelen, ik word er blij van. Het doet goede dingen met me. Dus ik wil meer mensen het huppelen krijgen. En ja, wat daarvoor nodig is, weet ik nog niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat we binnen nu en een jaar bijvoorbeeld een nationaal kampioenschap gaan organiseren. En wat dan misschien geen kampioenschap moet zijn, want kampioenschappen zijn natuurlijk stom. Maar het lijkt me fantastisch om gewoon een groot evenement te organiseren met 1000 of met 5000 huppelaars. Hoe grappig ziet dat eruit? Wil je alle inzichten nog eens teruglezen? Wil je weten waar je de app van de Hersenstichting kunt downloaden? Of wil je wel wat andere tips die je helpen met bewegen? Ga dan naar menses.nl/huppelen. En dan mag ik ook nog wat weggeven.
Voor jou en 99 andere luisteraars staan er 26 online cursussen voor je klaar die je helpen bij het verbeteren van je mentale gezondheid. Er zit geen huppelcursus tussen, maar wel een online module die gaat over het voorkomen van somberheid. Ga daarvoor ook naar menses.nl/huppelen. Tot volgende week!